Ik ben Jean Bourgeois, ik ben gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent hier, vakgroep archeologie. En ik hou mij bezig met de protohistorie van de metaaltijden in Europa. Wat omvat de studie archeologie? Studies archeologie omvatten eigenlijk een vrij breed spectrum van opleidingsonderdelen. Een deel van die opleidingsonderdelen zijn van algemene aard. Je krijgt dus overzichten van de diverse periodes, de diverse gebieden waaraan de Universiteit Gent op gewerkt wordt. En dat is dan West-Europese archeologie enerzijds, dat is Mediterraan archeologie en ook archeologie van het Nabije Oosten. En later krijg je dan meer contact met methodologische vakken. Hoe graaf ik op en wat is archeologie? Hoe werkt dat allemaal? Om dan in de bachelor 2 en 3 geconfronteerd te worden met een paar andere domeinen, zoals de geschiedenis, de kunstwetenschappen of de geografie in relatie met de archeologie. Waarom bent u het zelf gaan studeren? Ik heb het altijd willen doen. Van kleins af, ik was een jaar of 10, ik wou archeologie doen, ik weet niet waarom. Maar het is een kinderwens geweest en ik heb het geluk gehad van dat te mogen doen ook. Wat zijn volgens u de grote voordelen van deze richting? Het is een zeer brede richting. Je overschouwt eigenlijk een heel lange periode van het verleden van de mens. Het werkt met materiële resten, met materiële cultuur. Dus het is iets zeer concreets, toch in zekere mate. En het is, denk ik, aan de Universiteit Gent een kwalitatief hoge opleiding. Je krijgt daar les van zeer goede docenten, denk ik, met een nauwe relatie met het wetenschappelijk onderzoek. Elk van de docenten is zelf bezig met wetenschappelijk onderzoek en wij proberen dat zoveel mogelijk te integreren in ons onderwijs. Zijn er ook iets mindere punten aan de richting, nadeel? Goh, nadelen is misschien een groot woord, maar het is natuurlijk wel zo dat het een opleiding is waar toch een heel pak praktijk aan gekoppeld is. En sommige studenten zien dat minder, omdat je dan zowel in baan 2, baan 3 als in de masterstudies vrij veel stage moet gaan lopen. Dus moet je op het terrein gaan. En de weersomstandigheden zijn niet altijd even goed. En dan moet je dus in de regen, in de kou, in de winter soms wel een keer wat op het terrein gaan lopen. Dat zou misschien wel een nadeel kunnen zijn. Wat voor ingesteldheid wordt verwacht van de studenten? Ik denk dat we van de studenten mogen verwachten, één, dat zij hier komen met, om het in het Vlaams te zeggen, met een goesting. Dus dat ze hier komen en dat ze die keuze gemaakt hebben. Dus dat het echt een wil is van de studenten om archeologie te komen studeren. Dus inzet, dat is het eerste wat je kan verwachten. Ik denk dat we aan de studenten ook duidelijk moeten maken dat wij van hen toch wat talenkennis verwachten. Ik denk dat passieve kennis van Engels en van Frans onontbeerlijk is. Zelfs vind ik actieve kennis van Engels en Frans zou goed zijn, maar passief is al een eerste stap. Dat zijn denk ik de twee belangrijkste elementen. En een derde belangrijk element is een breed culturele interesse. Want we zijn een cultuurvak, zoals geschiedenis en kunstgeschiedenis. En dan moet je mensen hebben die willen lezen, die willen kennen, die willen kennis opdoen, die willen een breed perspectief meekrijgen. Wat zijn tot slot de beroepsmogelijkheden? Als je de knak gelooft, dan zijn de beroepsmogelijkheden zeer laag, want we zitten meestal onderaan de tabellen van de VDAB die de knak gaat publiceren. En dat is voor een deel wel waar. In de archeologie zelf zijn er niet zoveel, of is de jobcapaciteit, zeg maar, relatief beperkt. Maar één, de studenten die bereid zijn om naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld in Nederland of in Frankrijk, vinden heel gemakkelijk werk. Onze Gentse studenten worden heel sterk geapprecieerd in Nederland, in Frankrijk, in Ierland. We hebben een paar studenten die in Ierland zitten of afgestudeerden. Dus er is wel werk in de archeologie. En dat ontwikkelt zich in Vlaanderen ook wel nu, met name dankzij wat wij noemen de projectarcheologie. Veel mensen weten nu of hebben al gezien dat als ergens
een parking komt, als ergens een nieuw gebouw komt, dat er eerst opgravingen worden uitgevoerd. Dat is die projectarcheologie en dat gebeurt in Vlaanderen meer en meer. Dus ik denk dat de jobperspectieven voor archeologen op zich niet zo slecht zijn. Komt daarbij dat ik denk dat wij onze studenten een brede bagage meegeven in die 4 jaar. En dus veel van onze studenten werken ook in de cultuursector, in de communicatiesector en dergelijke meer. En boeren zeer goed in die sector. Dus ik zou, wat die jobperspectieven betreft, niet te negatief zijn. Hebt u nog een anekdote of opmerking die u wilt meegeven aan geïnteresseerde studenten? Anekdotes zo direct uit de mouw schudden is niet zo evident. Ik zie er geen direct. Bijna vergelijkend zou ik zeggen, de proffen van vandaag zijn, simpel gezegd, heel brave mensen als je dat vergelijkt met de vorige generatie. Wij hadden hier een paar proffen die gekend waren om hun hardheid ten opzichte van de studenten. De studenten kwamen hier binnen, toen was het nog kandidatuur naar licenties en nu is het bachelor en master. En dan vlogen studenten bij professor De Laat, die prof archeologie was hier aan de universiteit, en vlogen de studenten na de eerste zin buiten op het mondelingexamen, omdat ze zeiden dat ze van de eerste kan kwamen. En het moest eerst de kandidatuur zijn, want kannen en kruiken was het onderwerp waar ze gedurende 4 jaar op moesten gaan studeren. Maar nee, anekdotes heb ik zo niet direct. Ik denk meer aan adviezen. Zorg dat je geïnteresseerd bent in wat je doet. Zorg dat je je talen wat cultiveert en onderhoudt. Zorg dat je van het cultuurleven van Gent, als je hier komt studeren, ook profiteert. Er wordt enorm veel aangeboden door ons, door de studentenverenigingen, aan lezingen, aan andere activiteiten. En dus een studie is niet alleen om 8 uur naar de les komen en om 10 uur weer naar huis gaan. Een studie is een activiteit die u dag in dag uit bezighoudt en waar dus veel ander werk zit dan alleen maar op de banken gaan zitten. En dat is denk ik het belangrijkste advies wat ik zou willen meegeven.